Ik spreek met Tim Haaksma. Hij is de oprichter en eigenaar van Opco Computers en hij doet binnenkort een ICO. Een ICO waarbij het een echt aandeel betreft met dividendrechten, et cetera. Eerst even over het bedrijf. Wat is Opco Computers, Tim? Opco Computers is een Haagse start-up, in 2016 opgericht en gespecialiseerd in zeer kleine PC-oplossingen. Volwaardige computers die het formaat hebben dat je ze in je zak mee kan nemen. Oké, dus inderdaad, dat was vroeger was dat ook nog een item voordat de smartphone zo krachtig werd. En, en nu komt dat weer terug. Oké, dus waar moet ik aan denken? Aan zo'n, wat zit er in zo'n computer? Nou, we hebben de laatste variant is de Sirius A. Dat is een bijzonder vormgegeven computer met een Intel X7 processor, een volledig Windows systeem en heel veel connectiviteit in termen van aansluitingen. Idee achter de computer is ook dat je als je een groter scherm tot je beschikking hebt, dat je hem daarop aan kan sluiten en heb je niet een scherm voorhanden, dan kan je hem autonoom gebruiken eigenlijk net zoals een tablet of een smartphone. Alleen dit is een Windows machine. Ja, kosten ongeveer? De Sirius A is voor vanaf €699 te verkrijgen. Onder andere. En hij ligt nu al gewoon in de winkel. Dus je kunt hem krijgen op bepaalde plekken. Ja, de meeste plekken in Nederland is die in de retail verkrijgbaar en in de zakelijke markt. Dus een simpele Google zou een resultaat moeten opleveren. Ja, oké. Dus een start-up 2016. Je hebt er nu een paar duizend verkocht. De omzet dit jaar, wat zal dat ongeveer worden? Het is een beetje afhankelijk van hoe deze financieringsronde gaat, maar we hebben de halfjaarcijfers hadden we ongeveer een miljoen omzet. Ja, een miljoen omzet. Oké, en daar kunnen we een heleboel over vertellen, maar dat moeten mensen zelf maar kijken. Jij, waar ik nu even over bel, is dat jij een financiering hebt gekozen om zelf een coin te gaan starten, een ECA20 coin. En dat elke coin is een aandeel in het bedrijf. Vertel even hoe je dat hebt geregeld. Ja, ik zeg het liefst een token, hè? Subtiel verschil. Het is in veel opzichten anders dan de meeste ICO's. Dat zijn utilities, dat zijn toepassingen. Daar investeer je in een toepassing. Wat wij wilden doen, is zoals je al introduceerde, een echt aandeel in ons bedrijf verkopen aan onze crowd. We zijn uiteindelijk een crowdfunded en inspired bedrijf. We hebben 70.000 fans opgebouwd. We hebben onze eerste productontwikkelingen mede gefinancierd door middel van product crowdfunding platformen zoals Kickstarter en Indiegogo. Mm-hmm. En nu zijn we klaar voor een volgende stap. We hebben veel vragen. Eigenlijk uit heel de wereld zijn er vragen naar onze unieke oplossing op dit moment. En om die volgende stap te betreden, wilden wij graag kapitaal aantrekken, benodigd voor productie, sales en marketing. Er zijn verschillende routes voor natuurlijk. Je kan naar een bank gaan, je kan naar een private equity investeringsbedrijf gaan. En voor mij was eigenlijk de keuze vrij logisch dat wij moeten die crowd activeren en dat moet onze aandeelhouder worden. Dat komt eigenlijk voornamelijk vanuit de gedachte dat innovatie, en wij willen graag radicale innovatiebedrijven binnen dit bedrijf, die gedijt het beste in autonomie. En als je een aandeelhouder aan boord houdt, aan boord haalt in termen van een private equity bedrijf, dan geef je een stemrecht weg. En dat kan mogelijk conflicteren met lange termijn doelstellingen of de visie zoals wij die binnen het bedrijf hebben. Heb je nou echte aandelen of heb je gewoon zo'n normale constructie als een administratiekantoor, waarbij je alleen maar recht hebt op een dividend, maar dat je geen stemrecht hebt? Wij geven een token uit waarbij het stemrecht uitgesloten is. Dat is dus om die reden van autonomie. Het is wel een volwaardig aandeel. Het is alleen helemaal gedigitaliseerd. Dus je kan vanaf €25 kan je een stukje van het bedrijf kopen. En daarmee verkrijg je eventuele recht op dividend in de toekomst. En een waardestijging van het bedrijf. Dat reflecteert zich uiteindelijk in een waardestijging van het token. Oké. Welke partners gebruik je daarvoor? Wie doet bijvoorbeeld alle administratie, alle digitale administratie, wie maakt de token wie doet dat gedeelte van het bedrijf? Dat is een goede vraag. Want wij zijn, ik wilde heel graag innovatief zijn met de manier van financieren. En jaren geleden kwamen we al tot de conclusie dat blockchain daar een mooie technologie voor zou zijn. Maar uiteindelijk zijn wij een computerfabrikant en we willen computers verkopen. We hebben niet alle kennis van crypto en blockchain. We hebben daar een hele mooie partner in gevonden. Dat is het bedrijf heet Bilex.
komen uit Eindhoven. En die hebben voor ons het token ontwikkeld en het smart contract. En een belangrijk onderdeel van deze structuur is een distribution application. Dat is een beetje technisch. Maar dat is uiteindelijk een tool waarmee je kan communiceren en ook de dividenden kan uitdelen. En Bilex is eigenlijk degene die dat voor ons heeft gestructureerd en vormgegeven. Oké. Goed, dus dat is eigenlijk een one-stop shop waar je dat soort, waar je eigenlijk gewoon een IPO kan doen, maar dan met een token. Ja, ik denk dat dat in ieder geval wel de ambitie is van Bilex. Die zien hier de toekomst in, net zo eigenlijk als dat wij dat doen. Uiteindelijk zijn er heel veel bedrijven die vertegenwoordigen een waarde, maar die is per definitie moeilijk uit het bedrijf te tillen. En door te tokenizen kan je een deel van je assets liquide maken, die je vervolgens kan terug investeren. En ja, die gedachte werd ik al gebracht 3 jaar geleden door een bevriende professor in de finance. Die had daarover. Toen was het eigenlijk helemaal dat niets waar we op zoek gingen. Professor was. Dat is professor Verwijmeren van onder andere de Erasmus Universiteit. En 3 jaar geleden was er niks van een ecosysteem. Dus toen droop ik eigenlijk met staart tussen de benen een klein beetje af. Inmiddels is er natuurlijk een hele hoop ontwikkeling geweest. En uiteindelijk kwam Bilex op het spoor, die gelukkig dezelfde visie had als die ik eigenlijk ook had. En die er brood in zag om daar een model van te maken, wat uiteindelijk ook door anderen gebruikt kan gaan worden. Wij zijn in die zin de eerste partner van Bilex, maar ik weet dat ze met meerdere partijen praten. En ik merk ook dat er veel interesse is uit de markt voor dit soort oplossingen. Oké. Hey, over de wie heeft het investment memorandum geschreven en zo, en wie heeft zeg maar het juridisch allemaal vormgegeven? We zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het investment memorandum. We zijn goed geholpen door een sterk team van adviseurs. Onder andere Giel Ruiter is een ex-bankier, heeft ruim 20 jaar bij Goldman Sachs onder andere investment banking afdelingen geleid. Vele grote IPO's begeleid. Die kwam ook op het spoor en die heb ik dit verhaal voor verlegd en we zijn samen gaan uitzoeken, kunnen we dit structureren en hoe kunnen we dat op de meest logische en transparante manier doen. Een van mijn frustraties was, ik denk een frustratie van wel meer mensen, dat veel van dat soort constructies vaak ondoorzichtig zijn. En dan praat ik niet alleen over ICO's, maar ook equity participaties waar soms lastige convertibles en eigenlijk is de conclusie uiteindelijk van de vraag is wat je nou precies koopt. Met deze oplossing denken wij een zuivere propositie naar markt te kunnen hebben gezet. Ja, heel zuiver. Een volledige aandeel, maar dan zonder stamrecht of zonder stemrecht. Dus het is eigenlijk gewoon geen aandeel, maar het is een administratiekantoor aandeel wat heel veel bedrijven ook gewoon doen. Okay. Ja, is dat een stukje techniek wat erachter zit daar. Sorry. Ja. Nou ja, maar ook inderdaad dat je inderdaad geen inspraak wil hebben over van de aandeelhouders die dus via deze route aankomen. Hoe ga je ophalen? Je begint morgen, hoe ga je ophalen? De doelstelling is om 2,5 miljoen op te halen, zodat wij onze de opschaling van de productie, ja, de sales en de marketing uitbreiding, et cetera. Hoeveel procent van de bedrijven is dat? Dat is niet helemaal exact te zeggen, maar we geven 20 tot 25 miljoen tokens uit. Dat is ongeveer tussen de 9 en 13 procent. Van het bedrijf uit de markt. Dus een waarde van 25 miljoen voor het bedrijf, zeg maar. Als je een vuistregel aanhoudt, is dat de waarde, ja. Oké. Nou, en hoe gaat dat aangevlogen worden? Je kunt het kijken op de website www.okkel.investments. Let op. Uiteraard op okkel.com verwijzen we ook naar okkel.investments. Maar dat is inderdaad het investment portal. Daar vind je alle informatie, een business memorandum van 40 pagina's, een video, kortere uitleg. Daar kan je uiteindelijk ook je tokens aanschaffen. Het kan via de reguliere betaalmethodes zoals iDeal, PayPal, ook met Ethereum en met Bitcoin. Ja, en KYC en zo, dat heb je allemaal door de payment providers laten doen. Dus dat gebeurt allemaal ter plekke. Hey, over die waardering, hè, die is echt veel. 25 miljoen voor een bedrijf met zeg maar 2 miljoen euro omzet. Dat is gewoon veel. Heeft dat iets te maken met het feit dat je dat via een ICO doet? Zou je bij een investeerder net zoveel vragen? Bij een VC of bij een angel of zo? Ja, kijk, ik ben uiteindelijk van mening dat veel of weinig, dat is een perceptie. Wij zijn heel duidelijk in wat we doen. We hebben, zoals ik zeg, een document geschreven. Strategisch document met
eigenlijk volledig open boek wat wij aan het doen zijn, wat de ontwikkelingen zijn in de markt. We weten dat er een hele grote vraag is voor ons product. De marges zijn bijzonder goed en van daaruit is de waarde, komt een stuk vanuit de opportuniteit. Als je naar de omzet kijkt, ben ik het met je eens, dan klinkt dat als heel erg veel. Maar zeker met de opgehaalde gelden kunnen wij behoorlijk op gaan schalen. En ja, we hebben uiteindelijk een wereldwijde markt waar we met hele grote partijen praten. Dus ja, het is uiteindelijk what you see is what you get. Je gelooft in ons verhaal of je gelooft het niet. Maar als je het niet in gelooft... Mijn vraag was, heeft het iets te maken, de waardering, met de manier van financiering? Of zou je bij een VC hetzelfde bedrag hebben gevraagd? Nou, eigenlijk is het antwoord, ik wil helemaal niet met een venture capitalist praten of met een private equity company. Want die willen een steek. Die vinden ongetwijfeld ook wat van de waardering. Ik heb wel met dergelijke partijen gesproken, maar dat is eigenlijk alleen om hun te introduceren. Zo gaan wij ons bedrijf financieren. En dan merk je dat ze dat bijzonder interessant vinden. Uiteindelijk is het eigenlijk een concurrent van ze. Ik merk ook wel dat ze zeggen van deze techniek is zo mooi, die moeten wij ook weer kunnen toepassen. Dus dat zijn geëngageerde gesprekken geweest. Maar het is eigenlijk niet over de waarde van het bedrijf gegaan, omdat ik simpelweg niet een belang met een stemrecht aan zo'n partij op dit moment wil weggeven. Oké. Okay. Tim, dankjewel. Veel succes morgen. Hartelijk bedankt. Was het goed zo?